Hey, hallo allemaal. Welkom hier bij Minecraft Agrarian Skies. We duiken direct in. We klikken hier op singleplayer. Hier heb ik al iets in gedaan, maar we gaan naar deze. Home sweet home G. Yes. Kan wel eens gebeuren. Oké, kom op. Oh. Mijn dingen reageerden even niet. Hallo. Hallo. Kon een lantern. Brown stained clay. Sandstone bricks. Oké, ja. Oh, crap. Mijn sound staat een beetje uit. Die wil ik uit. Klaas wil ik uit, die wil ik uit. Is dat goed? Goed. Ik lijk alleen maar als ik iets open doe. Oké. Dekt fixen. Owner Jade Cat. Was dan de maker van de map of zo? Weet ik het. Alright. Wat kan uit Raptor? Jij kan uit. Steam. Jij kan ook uit. Fundament Raptor helemaal uitzetten, want die heeft natuurlijk weer een paar dingetjes nodig. Oké, basic materials and processing. World Domination Open Blocks, materials in you. Questbook. Wat we nou eens mee gaan beginnen. Rechte muisknop. Oh god. Gewoon klikken te start. Link to Skyblock. Open. Begin met die. Using the book. This book is a new invention from VSWE, Scottwiz and Lord Disk. You may be wondering how to use this book. Nou ja. Goed, wat is mijn. Oké. Craft a wooden plank. Goed, iets wat ik al weet. Het is gewoon een simpel dat. Er zit gewoon wat dirt in. Die erbij pakken en die. Nice. Ik eventjes allerlei DFT blokken eruit halen. Goed. Veranderen naar planks. Dan zullen jullie zien. Claim reward. Ook al een echt fucking leuk geluidje. Een appel en een pick of splintered. Spinteret, sorry, dreams. Rechte muisknop. D. Manual completion. Manual submit. Claim reward. Volgende. D. VTQDS. Select task. Ah, no help given. Simpel die weghalen. Nee, werkte dat niet op die manier. Waarom niet? Omdat je het manual submit hebt. Dus hier, manual submit, claim award. Zoals je ziet hebben wij een volledig hart gekregen. Hoeveel harten hebben wij? Geen idee. Oké, doen we nu in the beginning. Goed. We kunnen het nu trouwens ook zien. You have added one to your total life. You have three remaining.
Oh ja. Volgende. Oh, trouwens heb ik nog deze reward pack. Even heel simpel laten zien. Precies is. Wij hebben... Oh, Sword of Splintering. Nice. Die pakken we erbij. Questbook lijkt me ook wel handig. Die ook. Die ook. Eerst kijken naar wat ze nodig hebben. Crafting Station. Kunnen we direct maken. Crook. Kunnen we op zich niet direct maken. Instantie. Crafting Station. Even daar gewoon neerzetten. Ook op plank. En hoop ik dat er nog genoeg in zit dan. In dit dingetje hier zit. Shit. Ik heb net gewoon een lief gebroken. Trouwens, er zit er een roadblock. Die wil ik even kijken. Met de sign uiteraard. Praise the road. Praise it now. Ik wil het meenemen. Eigenlijk. Ik doe het alleen maar liever niet. Oké, volgende stap. De crook. Een sample van Action Ilo. Oh! Wat is de regen toch eigenlijk altijd irritant? Ik krijg daarna ook geen geluid meer van binnen. Alleen... Is er zelf iets kleins en irritants. Dus het regent nu. Dus ik wil een barrel hebben. Wanneer we een barrel, ik wil ook silkworms hebben. En ik wil eigenlijk van alles hebben. Meer saplings. Dus laten we eerst maar gaan beginnen met niet met de silkworms. Zo. Oh. Ja. En waar blijven de silkworms? Ja, ik heb een silkworm. Die ga je in het begin echt zo en dan nodig hebben. En dat is dus die. Wat ik nu ga doen is heel simpel. Ik pak een ander blokje dirt. En dit is volledig uit green stained clay gemaakt. Dus ik haal die weg, denk ik. Plaats die hier. Plaats die erop. En voilà. Dat hebben we nu. Maar ik wil meer silkworms uitkrijgen en uiteindelijk ook string. Rechtermuisknop met silkworm. En je hebt een infested leaf. En die moet helemaal wit worden. En dat zal ik heel die boom activeren. En dan heb je een. Dan kan je er gewoon silk uit krijgen. Die gaat hierin. Oké, mooi. We hebben al 9 planken, die kan ik goed gebruiken uiteindelijk. We zijn gelukkig nog niet op het punt gekomen waarop het echt heel erg lastig wordt. Dit zijn nog de makkelijke quests, om het maar even heel simpel te zeggen. Zo houden. Uiteraard, je zou het liefst gewoon willen breken met de crook. Reden, dat is gewoon veel beter als je die daarmee breekt. En holy crap, wat een regen.
Tijd om te beginnen aan het eerste wat we nu nodig hebben. Die barrel. Ga ik er ook eentje binnen zetten. En ook direct een houten deur. Dus die hier. Dus een barrel hier. En een barrel. Even heel erg simpel. Hier. Zoals je ziet, deze is helemaal wit. Shit. Had ik hier moeten doen? Gelukkig, omdat het natuurlijk spreidt, het hele silkworm gebeuren, is er dus niet zo extreem veel paniek. We zijn niet die ene silkworm volledig kwijt. Het is wel jammer dat ik hem niet heb gebroken met de crook. Hier, we hebben alweer een silkworm ervoor in de plaats gekregen. Alleen gelukkig is het niet zo erg als je dat per ongeluk doet. Zolang het maar op de boom aan het spreiden is, is het goed. Als ook maar één blokje, als ook maar één dingetje van die leaves een klein beetje geïnfecteerd is met die silkworms, dan zit je al goed. Hey, we hebben een tweede silkworm. Oké. Okay. En eigenlijk, ik wil misschien nog halfjes een nieuw blokje dirt hebben. Dat is simpel, even wachten. Andere barrel trouwens. Wat had ik hier nou? Oh, daar. Zoals je ziet, zit hier vol met regenwater. En deze, dit gaat langzaam veranderen. Maar in het begin van dit zit je vooral hiermee. Trouwens, Aquarian Skies kan je gewoon verkrijgen via de Feed the Beast Launcher. Maar je weet wel dat als je met een van die werelden aan het spelen bent, je krijgt direct allebei de werelden die ik hier ook heb. Dus Home Sweet Home zit ik nog op, maar je hebt ook nog eentje dat is echt gewoon een klein stukje vliegend land. Met nog niet eens een huisje. Dus moet je wel echt mee uitkijken. Oké. Okay. Die is ook al echt lekker aan het spreiden. Ik dacht dat ik nog iets zag aan de rechterkant van mij. Oh ja. Ik heb een derde. Silkworms. Ik vind Aquarian Skies echt leuk. Vooral het quest systeem, want dat hebben ze echt goed gedaan. Voor mij was de map was door één persoon gemaakt. En de quests was door een andere persoon gemaakt. Brak weer. De rest laat ik wel even zelf decayen. Ik bedoel, ik heb nu 7 saplings. Ik denk dat ik nu vooral eventjes de basisdingetjes ga maken. Zodat ik eventjes de missie kan completen. Omdat we een frying pan kunnen krijgen. Want je kan kiezen, een frying pan of een axe. Nou, ik ga natuurlijk voor de frying pan. Oh ja, en als het regent. Dus ik weet niet of dat alleen maar geldt of als het regent. Maar volgens mij wel. Of dit leidt. Oh nee, dit leidt hier naartoe. Mijn best. Eerst even een nieuwe crook. Twee blank patterns. Dat was de part builder.